Hallo, leuk dat je kijkt. Ik sta hier met Frederike Kielman. Hallo Frederike. Hi. Alles goed? Zeker. Oh, goed te horen. Ik ken Frederike omdat ik bezig ben met de Society website. En we weten, als je een website hebt, moet die ook goed vindbaar zijn. En dan komt SEO om de hoek kijken. Maar toen kwam ik Frederike tegen en die had even net een andere insteek. Frederike, kun jij heel even kort vertellen wie je bent en iets vertellen over die insteek die jij hanteert? Ja, ik ben Frederike en ik werk als Service Delivery Manager nu 2,5 jaar bij Society. En voor Young Sociologist of the Year ben ik onderzoek gaan doen naar hoe we diversiteit meer op de kaart kunnen zetten bij Society. Cool man. En een van de dingen die eruit kwam was ook hoe je dus in je externe uitingen, dus in je website en ook in je werving, daar heel veel aandacht op kan hebben. En vooral eigenlijk over hoe je dus je mensen aanspreekt. Dus de manier waarop je iets vertelt, welke woorden je gebruikt en ook welke plaatjes en afbeeldingen je daarvoor gebruikt. Ja. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen, niet alleen voor Society, maar ook voor andere bedrijven om op die manier meer met diversiteit in hun werving bezig te zijn. Aha. Ja. En kun je daar een voorbeeldje van noemen, van waar ik aan moet denken? Door bijvoorbeeld het gebruik van andere woorden. Ja. Dus meer woorden die aanspreken voor vrouwen. Ja. Kun je daarmee tot wel 60% meer vrouwelijke kandidaten krijgen voor jouw vacatures. Dat is best veel. Ja. Zo. Ja, ja. Dat is even niet mis. Ja, en zeker natuurlijk in de markt waarin we zitten, waar het steeds lastiger is om goede mensen te vinden, is denk ik dit echt wel een punt waar je op kan scoren. Ja. Nu is het zo dat Frederike en ik daar ook een artikel over hebben geschreven. En dat artikel kun je onder andere kijken en vinden op society.nl of op onze LinkedIn-accounts. Dus ga dat vooral checken en het linkje zie je hierna in beeld komen. Hey, dankjewel. Graag gedaan, leuk.